De rehabilitatie van hoofduitvalswegen in Paramaribo is in volle gang. Minister Riad Noor Mohamed van OW spreekt van een rehabilitatieprogramma dat professioneel door de Wegenautoriteit is voorbereid. Maandag is een aanvang gemaakt met de werkzaamheden op de Quattaweg en de Washingtonstraat. Het ministerie heeft een beleid dat met de beperkte middelen prioriteit wordt gegeven aan hoofduitvalswegen waar het meeste verkeer over gaat. Voor 2023 is ervoor gekozen om de strategische uitvalswegen te kiezen. Het ministerie van ROM en de ambassade van de Republiek Indonesië in Suriname zijn voornemens samen te werken aan kennisuitwisseling tussen Suriname en Indonesië op het gebied van duurzame kustbescherming. De samenwerking volgt op het succes van Indonesië bij de beplanting van mangroven en de instelling van innovatieve kustbeschermingsmaatregelen. Suriname heeft zelf het verzoek ingediend om te profiteren van de rijke expertise van Indonesië. Daarom lanceert ROM een kennisuitwisseling samenwerkingsprogramma tussen de twee landen. Suriname streeft ernaar om onze kust te beschermen en tegelijkertijd duurzame ontwikkeling te bevorderen.